Goedemorgen, mijn naam is Ebbe van Nies van Zevenaar. Buitengewoon gelukkige dag vandaag. Ik heb mijn erekleed aangetrokken. Dat doe ik graag, want het is natuurlijk een feest. Het is namelijk publiek domeindag. En ik zie ook, jullie zijn ook uitermate feestelijk gekleed. Dus dat is heel goed. Nou, laten we eens kijken. Een prachtige, mooie entree in dit feest. Mag ik geluid hebben? Completely in love with you already. It's totally disgusting. Put the phone down! Put the phone down, please! I was like, dude, I've already started. No, Gina, turn it off, please, Gina! No, I'll be right back. Man, he's dead. What? Like, if he was in a horror movie, you'd never say, I'll be right back. Because then you don't. Gezellig, hè? Publiek domeindag. 1 januari dit jaar kwam Walt Disney's eigenlijk eerste en grootste creatie waarmee ze het meeste geld hebben verdiend op de dag van vandaag. Mickey Mouse, Steamboat Willie, zo heet het film. Duurt ongeveer iets meer dan 7 minuten. Prachtig kijken naar. Hij is al een hele tijd op YouTube te zien, maar hij is van ons. En een van deze makers die bedacht, haha, hier ga ik iets mee doen. En daar kan Disney eigenlijk helemaal niks aan doen. Want dat is natuurlijk niet de gezellige Mickey Mouse, de Mouse, Willy, Steamboat Willy, hè, waar wij blij mee zijn. Dit is echt, ik ben heel benieuwd wat Flipje gaat doen. Dat gaan we straks allemaal horen natuurlijk. Dus welkom bij Publiek Domeindag. De sfeer zit er goed in, ik heb er ook zin in. En het is hier de tweede keer bij Beeld en Geluid. En we zijn ontzettend blij dat jullie hier zijn en dat we dat hier ook vieren. Dat doen we ook. Er wordt heel veel gevierd bij dit pand. Van alles en nog wat. Maar uiteindelijk hebben we een collectie die ook echt wel publiek moet zijn. Ik laat het expres zien, dat is een oude, we noemen dat collectietrainer, maar hij is best wel nieuw ook weer. En waarom? Omdat alles wat je hier ziet, ooit dat publieke domein ingaat. Tenzij een bedrijf daar op de een of andere manier nog allerlei dingen aan probeert te hangen, maar dat gaat ze niet lukken. 70 jaar na mijn dood, ook onder andere, komt alles wat ik heb gedaan zo'n beetje vrij. En de lol is natuurlijk, als je ernaar kijkt, in dit pand is dat eigenlijk letterlijk te zien, die geschiedenis van audiovisuele dingen en veel meer dan dat. En dat maakt het zo mooi. En dat maakt het ook zo mooi dat we vandaag dat hier kunnen vieren. Dat alles straks van ons allemaal is. Dat we ermee kunnen doen en laten een vette horror Mickey Mouse film. Wauw, wat gek zeg. En degene die er eigenlijk als eerste over begon, dat weet u natuurlijk allemaal, ik zie het ook aan jou. Je denkt, potverdomme, hij wordt toch wel genoemd? Ja, Wallace McLean, in 2004, een activist. En het probleem is, heel activistisch was hij ook. Want als je hem zoekt op het wereldwijde interweb, is hij lastig te vinden. Hij kwam uit Canada. Ik weet niet precies wie echt Wallace McLean is. Maar dat is toch degene die we daar eigenlijk moeten danken. En om dat te hebben. Nou, publiek domein. En eigenlijk wat mij betreft is publiek domein met een lange ei in dit geval. Het is publiek. Het is van het publiek straks. Het is domein. Het is een doemijn. Het is een mijn. Het is van mij.
Ik kan ermee doen en laten wat ik wil, tussen aanhalingstekens. We gaan er alles over horen deze dag. Maar het is ook daadwerkelijk een mijn waaruit je dingen kunt halen, waar je dingen op een nieuwe manier kunt maken. En dat is het fijne van dit instituut, dat we proberen dat mensen dat aan te leren, daarmee aan de slag te gaan. We hebben er zelfs een aparte site voor open beelden. Als je daar naartoe gaat en je tikt daar het prachtige woord publiek domeindag bijvoorbeeld in. Wat komt daar dan uit? Nou, een hond wordt uitgelaten. Meneer is grieperig en blijft binnen, maar het beest neemt de benen. Een tafereeltje dat nu elke dag weer in bijna elke straat te zien is. Om een of andere reden verkiest ook hij de vrijheid en voegt zich bij de vele straatslepende honden en loslopende katten die elke stad telt. Ik ben daar gek op. Dat het zomaar voor iedereen te gebruiken is. Er is nog geen horrorversie van. Die komt vast wel. Het gaat over de introductie van een dierenasielambulance. Maar hoe fijn is het om dat stukje te hebben. Die hond, alles prachtig. Met die stem van Bloemendal. Die toch onze stem is, zeg ik altijd. Zeker van mijn generatie. Een stem is die over Nederland gaat. Zoet, sappige soms filmpjes. Die Nederland, ja, de geschiedenis van Nederland een beetje vertellen. Op een eigen wijze. En het mooie is, daar kunnen we veel meer dingen mee doen. De huidige generaties die groeien op met waanzinnige videotools. Die alles, ja, je kunt er gewoon, ja, je hebt niet zoveel meer nodig. Ik ben nog een oude programmamaker. Ik heb net niet op film gewerkt, maar wel de begingeneratie van video. Dat was allemaal nog best ingewikkeld. Maar als ik nu kijk, ook wat ik thuis heb, alles kan, alles is mogelijk. Ik kan alles door elkaar heen zetten. En het is daardoor een abundance of joy, zou ik zeggen. Letterlijk lol om dingetjes te maken, anders te maken. En dan hebben we ook nog eens een keer generatieve AI die je daarbij helpt. Die beslissingen voor je maakt, die dingen mooier kan maken, dingen anders kan maken. Ja, dat is gewoon een feest. Tenminste, het is maar hoe je er naar kijkt. Want ja, we doen dat voor de jeugd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je erbij betrekt. Dat je ze leert te werken met al deze tools. Leert te werken met de spullen die er zijn. En we kunnen de oudere generatie weer wat meegeven van de nieuwe technieken die er zijn. Immersieve media. Je kunt op een ongelofelijke manier daarmee spelen. Maar er zit ook een raar randje aan dat hele publiek domein. En niet een beetje een randje, soms ook wel een enorme rand. En als je namelijk publiek domeindag invult, dan komt het eerste boven bij ons zijn deze beelden. NSB, Hitler. En in een, denk ik, een maatschappij waar we op dit moment zitten, waarin er ongelooflijk gepolariseerd wordt, waarin er waanzinnig veel nepnieuws is. Meer dan we ooit hebben kunnen voorspellen. Waarin er de boel op zijn kop worden gezet. Ja, je kan er dus een leuk Mickey Mouse filmpje horror van maken. Maar je kunt het ook in het publieke domein op een hele andere manier gaan inzetten. Daar kunnen we niets tegen doen. Ja, je kan zeggen op basis van de grondwet en discriminatie en onheuse boodschappen. Maar het is wel interessant om daarover na te denken dat alles wat je dus in het publieke domein terugvindt ook weer ingezet kan worden op een hele andere manier die je misschien niet wil. Die een bedrijf als, ja, in de tijd dat Walt Disney dat bedacht, dat wilden ze niet. Die afslag hebben ze niet gemaakt. Dit is heel interessant. Dat iemand dat gewoon pakt, is eigenlijk heel slim. Je kan niet anders zeggen, slim en meteen ook uitgekomen. Een mooi statement aan de ene kant. En het is heel mooi gedaan, maar het is een screenshot, je moest kijken. Want zelfs zowel links als rechts heeft hij stukken gebruikt uit het publieke domein. Links is uit de beroemde Frankenstein film met Boris Karloff. Dat was de William Henry Pratt voor de liefhebbers. Die 80 films speelde en zijn grote rollen speelde hij onder andere in 3 Frankenstein films. En ook rechts Judy Garland in The Wizard of Oz, 1939. En dat is allemaal vrij te gebruiken, allemaal her te interpreteren, her te monteren, nieuw te in te zetten, letterlijk te remixen. Ja, misschien krijgen we wel een Wizard of Oz met een enorme horrorversie daar ook weer van. Het is niet de eerste keer, hè? Een van de grotere dingen die was, ik weet niet of iemand deze herkent. Het is het beertje Edward Bear van Milner. Als je zo kijkt heb je links Tijgertje en rechts Ior. Dat waren de knuffels van, hoe heet die jongen, de zoon van onze schrijver. En Christopher heette hij. En die had dit als, en dat werd uiteindelijk Winnie the Pooh. En Winnie the Pooh hebben ze ook, toen dat publiek domein werd, prachtig leuke, warme familiefilm van gemaakt. Christopher, we need to leave.
now. I really need to find out what's happening, okay? Gezellig, hè? Publiek domein. Ja. Winnie the Pooh, Blood and Honey ook nog genaamd. Geweldig. Ja, ik vond het wel. Hè. En het was eigenlijk de eerste spelen met zo'n enorm karakter, waar ook Disney enorm veel recht op heeft zitten. Ik moet wel zeggen, het was niet helemaal geslaagd. Want als je kijkt op IMDb, het is een van de laagst scorende films qua waardering. Daar is nog wat werk te verrichten. Maar goed, ik was daar een paar maanden geleden, vorig jaar. En ik weet niet of je wel eens bent geweest bij de Walt Disney Studios. Maar degene die zijn geweest, die kennen dit gebouw. En daar zie je dan de zeven dwergen. Die dragen eigenlijk het dak, zeg maar, van Walt Disney. En in de tijd dat Obama president werd, werd hij voor een heel groot gedeelte gesteund door niet zozeer de wapenindustrie, dat was ook lastig voor een democraat, maar wel door de met name bedrijven als Disney. Want die wilden natuurlijk ervoor zorgen dat we naar 150 jaar gingen. Ze wilden Mickey Mouse beschermen. Dat is niet helemaal gelukt. Sterker nog, deze mevrouw van Disney weet ook niet. Hè. Zij kunnen... Ja, ze kunnen er niks aan doen. In die zin, ze zijn vooral bang dat het werk kost. Dat zie je ook. Dit zijn de kantoren van Disney in die tijd. Die zijn vrij leeg op dit moment. Dus er is echt wel wat gaande. En toch denk ik dat het mooi is dat het gebeurt. Ik ben er een groot voorstander van. En dat we ook kijken hoe we ermee om. Maar dat we er ook wel over moeten nadenken. Wat doe je er dan mee? Want zomaar in het publieke domein gooien. Het is ingewikkeld soms, vind ik persoonlijk. En ik denk ook als instituten moet je met elkaar nadenken. Wat wil je nou? En beeld en geluid, hè, in 2025 gaan wij bouwen aan wat nog door het vorige kabinet, of nu de demissionair kan hebben bedacht, het geheugen van Nederland, de schatkamer noemen we dat. En we hebben afgelopen najaar gevierd, slingers opgehangen. Hier zie je Paul Doop, dus de raad van bestuur van de NPO, omdat we met z'n allen aan die rechten proberen de juiste dingen te doen. Namelijk wat niet publiek domein is, toch ook aan het publiek te kunnen teruggeven. He, wat met belastinggeld betaald is, nou, daar zijn we heel blij mee. Hij had wel enige overreding van de archivaris ter linkerzijde, maar uiteindelijk heeft hij getekend. En het mooie is, er is zoveel. Er is zoveel in onze schatkamers. En niet alleen op audiovisueel gebied. Straks zal in de middag onze Job Euwek wat over. Dit is, ik weet niet of je hem herkent, Albert Haan komt ook dit jaar helemaal vrij. Dat is een waanzinnige collectie. Prachtige publiek domein collectie. Hij was een van de cartoonisten, zeg maar, avant la lettre, die vooral over het socialisme, zeg maar, waanzinnig tekenen. Het volk, later werd dat de notenkraker. Dit zijn bekendste eigenlijk ten tijde van de spoorstaking van 1903. Dat vertelt heel veel over Nederland. Maar het zijn ook werkelijk prachtige creatieve uitingen. En daar kunnen we allemaal wat mee. En ik ben heel benieuwd wat er met zo'n collectie gebeurt. En wat we daarmee gaan doen. Het interessante is dat die Albert Haan collectie eigenlijk vrij is. Hè? Dus, maar als je goed kijkt, dit hier. Dat is een volgend puntje wat ik dan maar mee wil geven, waar we ook over moeten nadenken. Dit is Alami, je kent hem allemaal, hè, het bedrijf dat verkoopt dat. En tot op de dag van vandaag, als ik er naartoe ga en ik zou dit willen hebben, wat vrij is, kost me dat $11. Of als ik er meer wil, zelfs, er zit $180 geloof ik dollar. Nou, volgens mij hebben we daar nog een hele weg in te gaan met elkaar, om dat publieke domein ook echt publiek te maken. En ervoor te zorgen dat mensen die er geld aan willen verdienen op een oneigenlijke manier, op de een of andere manier, daar ook op kunnen aanspreken. Daar zou ik zelf, is mijn persoonlijke ding, wel voor zijn. Ik kijk daar naar de rechtsgeleerden hier in de zaal, wat die daarvan vinden. Nou, dan hebben we zelf nog iets van Open Nederland. Hè? Hoe is dat nou, dat publieke domein? De zaal, het is fantastisch hier zijn, maar zou die eigenlijk met 600 man moeten zitten? En als je ook dat doet, hè, als je zoekt op Open Nederland, dan krijg je hele foute dingen soms. De stichting Open Nederland of op een hele andere manier. Dus daar hebben we denk ik zelf nog een taak in te verrichten om uit te leggen waarom dat publieke domein zo fijn is. Alles wat daar is, omdat het niet alleen onze creativiteit, maar ook nieuwe inzichten kan opleveren. Nieuwe manieren van werken. Of juist weer werken zoals deze van Pieter Jacobs, Daniel, zijn fotograaf die open zijn. Nou, terug naar dat publieke domein. Ik ben er blij mee. We vieren het vandaag. Vier het met u mee. Vier het domein voor uzelf. Maar ik vier het ook voor haar. En u denkt, haar? Wie is haar dan? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik op 30 december grootvader werd. Jawel.
Dat zijn twee dingen, daar kan je heel gelukkig over worden, maar het is ook een confrontatie met je eigen leeftijd. Ik ben bijna 60, ik reken uit dat ik 75 word. Dus dan kan zij, dat is wat mooi, hè, deze beeld- en geluidbaby, hè, met opa. Als opa dan overlijdt op 75-jarige leeftijd, dan kan zij, heb ik uitgerekend natuurlijk, ongeveer op 85-jarige leeftijd gebruik maken van mijn enorme oeuvre, wat u hier ziet, en waarvan ik hoop dat ze daar ook van alles mee doet. Dus lang leven ME. En ook lang leven uiteindelijk dit mooie fotootje. Dit is Wolt. Die houdt Minnie hier vast. Maar Wolt, ja, zou ze misschien zijn graf omdraaien wat er gebeurt met Mickey Horror. Maar zou ook blij moeten zijn dat er wat mee gebeurt tot in de eeuwigheid. Dankjewel. Heb een prachtige dag.